DNA-leden hebben gisteren hun bezorgdheid geuit over de vele Suribet-kantoren die als paddenstoelen rezen uit de grond. Terwijl de voorzitter van de commissie van rapporteurs, Aziz Kumar Gayadin, van mening is dat het spelen van Suribet een eigen verantwoordelijkheid is en helemaal afhangt van de opvoeding, zijn andere parlementariërs niet de mening toegedaan. Zijn collega Cheryl Dijkstil haalde aan dat Suribet gereguleerd moet worden, omdat er heel veel leed hiermee gepaard gaat. Volgens Kishen Ramsukul is er in Suriname geen sprake van regulering. En we zien nog onvoldoende de leed van de overheid bij het reguleren. Dus ik vraag dus de spreker zijn visie over die strakke regulatie waarover hij het heeft. 1. 2. Over het beschermen van slachtoffers en potentiële slachtoffers. En 3. Wanneer we dat op een goede manier op orde brengen, op een goede manier reguleren, hoe kan de staat daar veel beter aan verdienen? De realiteit is dat die mogelijkheden nog net een beetje een drempel te hoog hebben. In Suriname wat we nu hebben, met die kantoren zoals genoemd, die bettingkantoren, is dat die drempel hier, er is geen drempel. Er is helemaal geen drempel. Ik zie kinderen gaan naar deze kantoren. Er is helemaal geen regulering, er is helemaal geen drempel. Mensen kunnen zo gaan, de laatste gelden die ze hebben, met de hoop van, ik ga het verdubbelen. En in tegendeel komen ze er betrapt eruit. Want misschien wint 1 persoon, maar 1000 personen verliezen. Dus dit is een hele kwalijke zaak. En ik denk dat we het strak moeten reguleren. Ik kan dat niet terugvinden in de wet zoals het nu hier voorgesteld wordt. Er worden wel beperkingen opgebracht voor casino's. Terwijl er aangegeven worden dat ze aan een aantal, naar een bepaalde standaard ingericht moet worden met een 100-kamer hotel. Er wordt een limiet gebracht per district. Maar waar zijn die limieten voor die retailers van betting shops? NDP-parlementariër Melvin Bouva zegt dat de online mogelijkheden onbegrensd zijn. Zijn collega van de BEP, Ronnie Asabina, vindt dat de loterijwet terug moet naar de operatietafel. Je moet daarop inspelen. Internet is sneller dan ons allemaal hier tezamen. Maar wat je kan doen en wat je moet doen inderdaad, is 1. Kijken hoe je de zaak zodanig kan reguleren dat je niet een massa aan personen in de verslavingssfeer krijgt. 2. Dat wanneer het beheersbaar is, de staat zoveel als mogelijk kan verdienen om dan weer te investeren. Dat is wat ik wil vernemen. Praten we, voorzitter, over de hele kwestie van die kantoren. Dus, jongens zelf, van mij zijn er meer Suribet-kantoren dan overheidskantoren in stad en district en in de resorten. Dat is gewoon ongekend. Online kokken, op basis van dit ontwerp, is niet controleerbaar. Alleen een artikel is eraan gewijd. Online kokken gaan we legaal maken, maar hoe gaat die controle, het toezicht plaatsvinden? Nergens in het ontwerp, voorzitter. En zo zijn er een aantal zaken. Dus ik zou voorstellen, althans het beroep waarvoor we moeten waken, voorzitter, is om zand in de ogen te strooien van dit getergde volk, voorzitter. Met bepaalde zaken waarmee we bezig zijn. DNA-lid Mahinder Jogi vindt niet dat er gesproken moet worden over regulering van de Suribet-kantoren, maar dat die abrupt gesloten moeten worden omdat de jeugd eraan gaat. Jogi wijst er ook op dat Suriname arbeiders verliest en dat gezinnen kapot gaan.